Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben over een nieuwe serie. Een serie dat ik wil lanceren op dit kanaal. Dus ja, ik ga jullie vandaag gewoon een beetje uitleg geven over wat de bedoeling is. En ja, let's go! Het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik enkele jaren geleden Angela Clayton begon te volgen op Instagram en YouTube vooral. Zij is een persoon die heel veel historische kostuums maakt. Maar echt baljurken, niet normaal. Ik ben een super grote fan van haar en ik haal ook heel veel inspiratie van haar. En ik hoop dat ik gewoon ooit zoiets kan maken dat zij allemaal maakt, want het is echt super mooi. Dus zij is een heel grote inspiratiebron voor mij. En zij heeft ook enkele jaren geleden een serie gemaakt op haar YouTube-kanaal. En de serie noemt Sewing Through the Decades. Dus vertaald Nederlands, naaien doorheen de decennia. En in die serie ging ze eigenlijk van 1900 of 1910 tot 1990. Elke 10 jaar behandelde ze een outfit ging ze maken van die tijd met originele, authentieke vintage patronen. Ik heb heel graag naar de serie gekeken en het was ook altijd een beetje een droom van mij om zelf deze serie te maken op mijn eigen platformen. Dus de dag is aangebroken dat ik dit ook effectief ga doen. En ja, wat dat juist allemaal inhoudt, ga ik jullie zometeen uitleggen. Want ik ga het wel een beetje anders doen dan Angela zelf deed. Dus zoals ik al zei, Angela gaat echt authentieke naaipatronen kopen en dan deze maken. Wel, dat is iets dat ik niet 100% ga doen, omdat ten eerste is het gewoon heel moeilijk om originele, authentieke naaipatronen, zeker van zo 1900, 1920, te vinden hier in België. Dus dan moet je ook al bijna naar een online webshop kijken in de US of het Verenigd Koninkrijk. En dan zijn de verzendingkosten meestal ook heel erg duur. Dus dat is iets dat ik niet ga doen. Maar ik heb wel een heleboel reprints van originele vintage patronen. Dus gewoon dat ze dat opnieuw printen in deze tijd. Maar het model is hetzelfde als toen. Zoals deze. Dus dat is zo een origineel model van toen, maar in een nieuw jasje gestoken. Gewoon een nieuwe hoes. Opnieuw geprint. Misschien de beschrijvingen iets moderner gemaakt, dat weet ik niet. Maar deze zijn dus wel veel makkelijker te vinden en goedkoper. Dus dat is het plan. Het plan is vooral, de outfit moet in de tijdsgeest passen. Dus het moet een origineel model zijn van toen. Maar ik ga niet echt originele patronen van toen gebruiken, want ja, ik zou niet weten waar ik ze allemaal moet gaan halen. Dus ja, ik heb wel vanaf de jaren 60 tot 90 heel veel Burda's en andere naaimagazines. Dus in die periodes kan ik wel originele patronen gebruiken, omdat dat dus nog originele magazines van toen zijn. Angela volgt ook heel nauwkeurig de werkbeschrijving van de patronen die in die tijd gebruikt werden. Ik ga dit proberen te doen, maar ik ken mezelf en ik ben echt niet goed in het volgen van werkbeschrijvingen. Ik doe graag mijn eigen zin. Soms vind ik het veel moeilijker uitgelegd dan het effectief is. Maar ik ga proberen het zo nauwkeurig mogelijk te volgen en we zullen zien waar we uitkomen. Ik zeg nogmaals, het gaat mij niet zozeer om de technieken van toen te kennen of te leren. Het gaat mij meer om effectief authentieke modellen na te maken of creëren van die tijd. Het proces gaat eigenlijk als volgt gaan. Eerst ga ik voor elke periode een moodboard maken. In het moodboard zet ik allemaal foto's van outfits van die tijd.
maar ook van gewoon sfeerbeelden uit de tijd. Wat er toen gaande was, zoals bijvoorbeeld de eerste periode 1910, de Eerste Wereldoorlog. Dan zet ik foto's dat u terug doet denken aan oorlog, om echt de sfeer van die tijd weer te geven en dat je ook echt weet voor welke sfeer je gaat eigenlijk. Ik hou er echt van om moodboards te maken. Ik moest dat heel veel doen in school vroeger. En ik ben dat daarna eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Omdat ja, dan maak je niet meer echt volledige collecties of dan werk je niet meer echt per se rond een thema. Dus dan denk je, ja, een moodboard is niet echt nodig. Maar ik vind het wel echt leuk om te maken. En ik dacht, voor deze gelegenheid zal ik het eens terug oprapen en terug beginnen moodboards te maken. Dus ja. In de tweede stap kijk ik naar mijn moodboard en ga ik mijn ontwerp tekenen. Dan teken ik gewoon de outfit die ik effectief wil maken. Ik moet wel zeggen, mijn tekeningen zijn niet altijd super mooi of de kleuren komen niet altijd super goed overeen met hoe het uiteindelijk wordt. Maar het is gewoon een soort beeld voor mezelf dat ik weet waarvoor ik ga. Dus ja. De derde en laatste stap is dan ook gewoon het kledingstuk in elkaar naaien en afwerken. Dus dat is het drie-stappenplan. Ik vond januari ook een mooie maand om te starten, omdat je dan eigenlijk 1910 zou ik dan in januari maken, 20 in februari, dus dat is ook zo de tweede maand. Dus eigenlijk als ik mij aan mijn plan houd, dan zou ik gewoon van januari tot september elke maand een video maken en een outfit maken van elk decennia. Dus voilà, dit was een korte video, maar gewoon een korte en krachtige video waar ik uitleg wat dat plan is voor de komende tijd. Dus dankjewel allemaal om te kijken. Ik hoop dat jullie even enthousiast zijn over de serie als ikzelf. En dan zullen we wel zien waar we eindigen. Oké, tot de volgende keer. Dag! Mocht je nu meer van mij en mijn creaties willen zien, volg mij dan gerust op mijn andere social media platformen en abonneer je op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Dag!